dreigingen die op ons afkwamen. Als we kijken naar wat ons is overkomen op 17 februari en daarna ook nog 3 mei, waar we helaas enkele Surinamers moeten betreuren. En dat Defensie ondersteuning heeft moeten verlenen aan zowel KPS, het OM en andere civiele autoriteiten. Dus het is heel druk geweest. En daarbovenop hebben we ook nog een heel actieve periode achter de rug in onze internationale samenwerking, zoals de minister dat ook al naar voren heeft gebracht. Maar voor ik doorga, wil ik eerst u in herinnering brengen dat ons optreden geregeld is in de grondwet, met name artikel 177, de wet Nationaal Leger en het staatsbesluit van 1991 betreffende de taakomschrijving departementen van bestuur. En ook op basis van 2 belangrijke beleidsdocumenten, met name beleidsplan Defensie 2021 en tot 2026 en het beleidsplan Nationaal Leger 2022 tot 2025. Het zijn deze 2 documenten die aangeven hoe en wat we doen. Binnen deze 2 documenten zijn geïdentificeerd 10 beleidsprioriteiten die in de voorgaande persconferenties ook al zijn besproken. Maar op basis van deze beleidsprioriteiten hebben wij dan diverse operaties moeten uitvoeren. Zo heeft het leger tussen januari en augustus zeker 9 operaties gekend. En deze operatie had als doel dat we de presentie op het territorium verhogen om zodoende het overheidsgezag op totaal het Surinaams territorium te vergroten. We hebben de operaties gekend die te zien waren vanaf het Tibiti-gebied, richting ook de weg naar Atjoni, verder ook nog de weg naar Sleeskondri. We hebben ook nog de Powakka en Ridoti enkele operaties gehad. En tijdens deze operaties hebben we natuurlijk ook contact gemaakt met het traditionele gezag, want ook zij zijn een belangrijke stakeholder voor ons. Nu is gaande operatie Grand Mati. U heeft in het nieuws misschien kort daarover gehad of over gelezen. We hebben operatie Grand Mati 2023 nu gaande. Deze operatie is de 3e operatie sinds onze eerste editie in 2021. En operatie Grand Mati heeft een tweeledig doel. Ten eerste, we ondersteunen de Surinaamse samenleving, vooral zij die wonen in gebieden waar men verstoken is van optimale. Het tweede doel is dat we door gezamenlijk op te trekken met civiele autoriteiten, NGO's, medische specialisten en het traditioneel gezag, dat wij in staat zijn om nu in vredestijd onze operationele capaciteiten op de proef te stellen, om zo nodig die ook bij te sturen. Want in geval van een daadwerkelijke crisis, het kan zijn een ramp of het kan zijn een conflict, dan weten we hoe te mobiliseren om daadkrachtig en doelmatig, welke crisis dan ook, het hoofd te bieden.